In een serie van 3 afleveringen gaan fashion-influencers Celeste, Esme en Suzanne met elkaar de strijd aan. Ze creëren 3 looks aan de hand van 3 verschillende shoe-trends. De meiden worden beoordeeld op hun originaliteit en creativiteit door onze host Nina en streetstylefotograaf Hajar. Vandaag is het thema Animal Prints. Hallo meiden. Hallo. Hebben jullie een beetje zin in de tweede stijlbattle? Zeker. Helemaal klaar voor. Goed zo, want het thema van deze keer is namelijk Animal Print. Het is eigenlijk een trend die elk jaar terugkomt. Zo heb je slangenprint, pantenprint, zebraprint. Dus ik ben erg benieuwd wat jullie hebben geshopt. Jullie mogen je nu gaan omkleden. Ik vond de vorige stijlbattle. Ik vond het een hele leuke stijlbattle, ja. Ik had niet verwacht dat ik de sneakers toch op zo'n bijzondere manier kon combineren. Het ging eigenlijk best wel makkelijk, die eerste, ja. Ik vind dead sneakers sowieso heel erg leuk. Ik had denk ik een beetje een soort van geluk dat ik een neon tas al bij me had, wat echt perfect bij die schoenen paste. Ik heb er echt voor gekozen om een pak een beetje te mixen met wat sportiever. In deze stijlbattle was het eigenlijk een battle met mezelf, omdat ik al witte schoenen had. En het voor mij heel makkelijk zou zijn om dus voor neutrale kleur te gaan kiezen. Dus ik heb mezelf een beetje uitgedaagd en uiteindelijk ben ik voor kleur gegaan. Een tip voor de ultieme Instagram post. Wees jezelf. Ik denk dat dat vooral in een wereld waarin nu echt superveel Instagrammers zijn, echt de key is. Vooral dat het gewoon een goede weerspiegeling geeft van hoe ik als persoon ben. Blijf dicht bij jezelf. Maak iets waar je echt achter staat. Dan ben je ook gewoon oprecht blij als je het kan posten. Celeste, wat zie je er prachtig uit. Dankjewel. Hoe ben je bij deze outfit gekomen? Wat ik altijd wel een beetje probeer is om zeg maar de... Ja, we moesten vanuit de schoen een outfit samenstellen. Dus ik kijk gewoon, oké, wat zijn de kleuren? Hoe ga ik zorgen dat er iets in terugkomt? Ja. Ik hou wel echt van een beetje matchen. Dus ik zag dit pak, toen dacht ik, nou, het is gewoon een topkleur. Dat matcht. Ja, precies. De leopard print komt ook terug. Ik vond dit heel erg leuk erbij. Echt opdoen. Ja, opdoen. dat hoedje. Ik heb eigenlijk niet eens vaak echt een hoofddeksel op, maar ik vond het voor nu wel echt even leuk en vernieuwend. Bedankt Celeste voor je uitleg. En ik ben erg nieuwsgierig naar je foto's. Ja, ik ook eigenlijk. Esme, wat heb je een mega leuke outfit aan. Dank je. Hoe ben je hierbij gekomen? Nou, eigenlijk de sneakers. Ik heb heel lang nagedacht, waarmee ga ik het combineren? Eigenlijk een print als deze is voor mij gewoon een basic. Dus je kan helemaal gek gaan. Alleen wilde ik de dierenprint niet combineren met een andere dierenprint. Maar een andere trend waarmee ik het wel heb gecombineerd is het neon. Dat heb ik heel subtiel eigenlijk in mijn t-shirt laten terugkomen. En een eigen favorietje, 2 eigenlijk laten terugkomen. De bikershirt en de oversized blazer. En de details, zoals het tasje, hoezo heb je die toegevoegd? Omdat ik heel veel oversized aan heb, ik wil een klein beetje taille geven met het tasje. Ja. Kan je ook met een riem doen bijvoorbeeld, maar ik vind een tas best handig. Lief Esme, ik vind dat je er prachtig uitziet. Je outfit is echt top en ik heb dan ook erg zin in de shoot. Ik ook. Suzanne, wat een leuke outfit heb jij gecreëerd. Hoe ben je hier zo bij gekomen? Nou, ik had natuurlijk de zebra slippertjes gekregen. Dus ik dacht sowieso slippers, moet een beetje lente, een beetje zomer zijn. En ik dacht ik ga voor een vrolijk zomers kleurtje. Ja. Lila is natuurlijk dit seizoen helemaal hot, dus ik dacht dat is wel leuk. En ik wilde het verder vooral een beetje rustig houden, want het slippertje, daar ligt echt de focus op, weet je wel, een printje. Ja. Ik vind printjes met printjes combineren is niet helemaal mijn ding, dus vandaar de outfit verder rustig, toch een trendkleurtje en dan de focus echt op het slippertje. Vond je het moeilijk om een outfit te creëren bij een animal print? Nee, ik vind animal prints wel echt super leuk. Maar wat ik zei, ik draag niet vaak animal print met animal print. Mm-hmm. Maar in mijn eigen kast heb ik ook wel bijvoorbeeld een zebra tas of een, ik heb ook inderdaad leopard sneakers. Dus, ja, super leuk. Dus dit zou je ook gewoon in je dagelijks leven dragen? Ja, daar heb ik ook echt bij het creëren van deze nog heel erg op gelet. Van, is het iets wat ik echt zou dragen? Want dat vind ik wel belangrijk. Dus het is ook wel een combinatie denk ik van een beetje sportief, een beetje vrouwelijk. Dus ja. Lekker Suzanne. Ja, precies. Ja, dat is wel echt een outfit die ik inderdaad zelf zou dragen. Suzanne, bedankt voor je antwoorden en ik hoop dat jij een beetje zin hebt in de shoot, want ik kan niet wachten op het eindresultaat. Ja, zeker. Ik heb er ook echt zin in. Ha ha ha.
meiden. Jullie hebben me erg verrast met jullie tweede outfits. En ik kan dan ook niet wachten om jullie te zien in de laatste outfits. Namelijk met de yellow shoes. Yes, yellow. Ja, echt heel leuk. Dat wordt ook echt top. In de volgende aflevering is het thema Eye-catching Yellow. Benieuwd naar het resultaat? En wil je geen aflevering missen? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal.